Daar is die mevrouw. Goedemiddag, welkom in Baganda Tony. Goedemiddag, dank u wel dat u mij vandaag mag hebben, Cliff. Mm-hmm. En ook een groet aan alle luisteraars. Alice Amafo. Alice Amafo, ja. Hoe gaat het met Alice Amafo bij jou? Long time. Ik maak het heel goed. Ik wel. Ja, naar omstandigheden. Uh-huh. Isabi, ala deze is shibaka. Je gaat ook grantangi. Ja, nou een segi. Dat je me kwam in de ibaka en je hebt gezondheid. Dan is het al goed. Maar wat is Alice de achtergrond? Want vaak genoeg als mensen niet echt actief zijn in de politiek. Dat ik doe de igi sani baka toch? Heb je eigen business of ben je gewoon thuis? Of zijn er andere dingen waar Alice allemaal voor zich bezig houdt? Mee bezig houdt? Om te beginnen, ik ben moeder. Ja, ik ben moeder van een zoon. En hij is nu 7 jaar. Oké, okay, hoe heet hij? Hij heet Bless. Bless? Ja. En, mooi ding. Ja, ja. En belangrijk voor elke vrouw, als je het jou kan permitteren, de eerste levensjaren van je kinderen, als je het je kan permitteren, alle is aandacht. Het goed om ze alle aandacht te geven die je ze kan geven. Ja, dat is, het is een hele belevenis voor elke vrouw die je niet moet kunnen willen missen. Helaas, die situatie die we nu in Suriname hebben, weet ik dat heel veel vrouwen die keuze niet eens kunnen maken. Vrouwen of ouders? Ik praat in de eerste instantie praat ik over de vrouw die in de meeste gevallen bezig is met die elementaire zorg voor jonge kinderen. Dus, en verder hou ik mij natuurlijk bezig met het adviseren van mensen in zo'n moeilijke tijd. Zijn er mensen die op allerlei manieren proberen om het hoofd boven water te houden. En op dat gebied geef ik, sociaal werk. Geef ik adviezen omtrent hoe je bepaalde zaken kan aanpakken, organisatie-wise. Is dat een speciaal adviesbureau? We doen alles afhankelijk van hoe je situatie is. Kijk, niet iedereen kan zich te veel permitteren. En daarmee moet je ook rekening houden. Maar belangrijk is dat wij op zo'n manier proberen om een bijdrage te leveren binnen die samenleving die vandaag de dag ook zo moeilijk is. Ja. Maar politiek, altijd belangstelling daarvoor, want je bent een politica. Dat is zo. Dat is zo. Je krijgt er geen genoeg van. Wel kijk, Suriname, we zitten in een diepe dal. Het Surinaamse volk leeft in armoede. Duurzame, structurele armoede. En het is duidelijk dat we daarop een antwoord moeten vinden. En in dat kader vind ik het belangrijk. Ja, ik heb de afgelopen periode politiek Suriname bestudeerd. Ik heb ook verschillende analyses gemaakt. Ja. Los van bedrijfseconoom heb ik ook als achtergrond political strategy and communication gestudeerd aan de University of Kent in Brussels. Ja. En al die zaken. En al die zaken heb ik dus meegenomen in mijn studie van de Surinaamse samenleving. En wat er nou in feite allemaal fout gaat. En wat we daaraan zouden kunnen doen. En natuurlijk, als we kijken naar het begin van politiek Suriname, dan zou je 75 jaar lang kunnen gaan. Maar voor het gemak hou ik het vanaf de staatkundige onafhankelijkheid. Dan is het 50 jaren lang dat we politiek Suriname op een bepaalde manier ervaren in Suriname. En daarvan heb ik dus een analyse gemaakt. En daaruit valt te concluderen dat politiek Suriname beheerst wordt door twee uitzonderlijke groepen. De ene groep is gewoon een partij, soms met andere erbij, de Nationale Democratische Partij aan de ene kant en aan de andere kant het Nieuw Front.
En wanneer ik zeg Nieuw Front, dan kennen we de traditionele partijen, de NPS, VHP, je had vroeger KTPI, toen werd het PL. Ja, en op dit moment, je zou ook zeggen, ook al die andere Sante Kraam erbij, ABOP, SPA, noem maar op. In die twee grote groepen kan je de politieke lead in Suriname onderverdelen. Dus dat zijn de twee grote vijvers. Juist, de twee grote leads noem ik ze. En wanneer we kijken naar de situatie van het Surinaamse volk en de Surinamer gedurende die hele periode, een periode van 50 jaar, wat is de status van de Surinamer? De Surinamer leeft in armoede en het wordt alleen maar erger en erger. En mi apwa fasif taking en dat natak. Deze twee partijen, NDP en Nieuw Front, die man een plewa estafette in afarming van Surinaam volk. Soms zou je denken dat wanneer de andere komt, verkeerde maatregelen die geacht werden dat ze verkeerd waren, en dat ze in het nadeel van het Surinaamse volk zijn, zou je ervan uitgaan dat die zaken teruggedraaid zouden worden. Maar wat we zien weer, keer op keer, is dat het iedere keer... Die maatregelen worden alleen maar bestendigd en nog verder geraffineerd uitgevoerd, waardoor het volk dieper en dieper zakt. En ik zeg, dit Surinaamse volk, op dit moment bevinden wij ons in een ravijn. Dus eigenlijk, mijn haal uit, zei Taki, mevrouw Amafo, eigenlijk inleiding leidt naar, geef dus dan aan die partijen die dus niet deel uitmaken van de twee blokken, geef aan die partij de kans om het te proberen. Wel, uiteindelijk komt het daarop neer. Want if je probeert 50 jaar lang akba. Keer op keer, je kiest een gelegenheid voor verbeter en herstel. En ala leesbaka, hij blijkt dat je normaal voldoet naar het drink van Surinamang. Dat je een comfortabel libi in een kondre dis. Terwijl we liep in zo'n goede kondre. Dat is het tijd... Kijk, het is niet aan de partijen. Die partijen die ik daar net heb genoemd, zij zullen altijd in die positie willen blijven. Want terwijl het volk in armoede leeft, leiden zij, toch, we hebben over een leiding van de partijen, hè? Met dat in de leiders, de politieke leiders en een kleine groepje om hun heen, waaruit de politieke kapitalisten voortkomen. Die mensen leven in wilde. Ze beleven hun Surinaamse droom. Maar dat kan het Surinaamse volk niet. En als het volk en Misabtaki uit zelfbehoud willen ieder een prettig leven hebben, een comfortabel leven hebben. We willen allemaal een zo goed leven hebben en de beste versie van onszelf meemaken. En als jij als Suriname dat daadwerkelijk wil, dan ga je wel daarvoor moeten opkomen. En een bijdrage leveren. Maar verwacht het niet van die gasten. Want if they been doing it, dan hadden ze het al gedaan. Ja. Dan hadden ze het al gedaan. En de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie, waaraan ik leiding geef. If je hier aan neemt van partij, aan een zomaar neemt, het begint met Volkspartij. Betekent bij ons staat centraal in mijn visie. Mijn visie is gebaseerd op de volkspolitiek. En binnen die volkspolitiek staat centraal het volk van Suriname. Dat het Surinaamse volk onze enige prioriteit is. En voor draya kondre, together nanga a people. Maar to luku fasam satelek no. A vernieuwing, sa ook to de na neem Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie. De mensen die leiden naar Akondre is de afgelopen 50 jaar. Nooit de no draai Akondre is together naar a volk, together naar a people. De man e draai Akondre naar de politieke organisaties denk. En dan zie je wat er gebeurt. A legacy, sa de man DC, liep naar Bakaji Unu. Dat 90% van Surinam people e liebe in armoede. Terwijl je op 10% zei Libi in wilde. De was de schrift in de rijkdommen
naar de mogelijkheden van Condredici. En daarin wil ik dus een verschil uitmaken. Je lijkt herboren. Waarom zegt u dat dan? Ik heb Alice Amafoni zo gekend als zo'n felle spreker. Wel, als je... Moet ik zeggen dat je gegroeid bent? Kijk, iedereen... Alibi je geboren like een baby. Toch? En niemand blijft een baby, toch? Met nu met mijn 40 plus jaartjes, als ik nog steeds een baby moest zijn. Mido, dat ik mijn mabo breed nog steeds voor je was luier dan een pamper in de baka 40 jaar. Toch? Dat kwam je een presentatie ervaring kon erbij. Alleen dat ding zei. En als aanvoerder, die een volksrevolutie teweeg wil brengen. Je gebruikt grote woorden. Het is een groot woord, ja, maar Biggie Samoufsa in Akondre is ook toe. Voor one change kom. Als dat nog makkelijk. A volk DC, a gees hij sribi. Maar zie je, denk je dat. Want dat lees je ook soms in sommige stukken. Denk je dat Suriname klaar is? Is Suriname klaar om een regering te vormen buiten deze partijen om? Zijn we klaar? Zie je een Suriname? Natuurlijk zal het een keer lukken hoor, want ze zullen ook niet altijd in die regering zijn. Maar ik richt me op de volgende verkiezingen. Zie je een regering in 2025, ook met, dit nieuw stelsel, zie je een regering zonder een van deze partijen? Is het mogelijk? Is het haalbaar? Een regering zonder VAP, NDP, ABOP, NPS, PL, is het haalbaar? Sowieso, kijk, het is altijd zo dat een deel van hun in de oppositie is, terwijl dat ander deel in de coalitie is. Dus het is niet haalbaar, een deel gaat wel altijd aanwezig zijn. Dat heb ik niet gezegd. Of voor 2025? Voor 2025, het zou ook niet gezond zijn dat er bijvoorbeeld dat iedereen maar zou stemmen op maar één partij. Het is goed dat er een evenwicht is, maar belangrijk, er moeten andere spelers dit politiek arena betreden, zodat deze partijen ook wakker geschud worden, want er wordt een dusdanige arrogantie aan de dag gelegd. Takangami, wat bedoel je? A contradictie, ja, a volk voor Suriname, we hebben maar één moment waarop wij iets te zeggen hebben. Daar ben ik het met je eens. En dat na a day zou ik gaan stemmen. Juist. Bagatati, dan meer een politieke leider zit taki, vooral de coalitie. Al blaffen de honden, die caravan trekt verder. Lek fout en no zo. Ja? Traditioneel, politiek. Lek fa as er na man gwint stem. De sabi, tel ik no as er na man is stem tak. Me stem san gi mi sabi, me stem gi aparte san mi sabik ba. Maar is sabik ba, bij voorbaat, sa yo kizi, te yo stem gi den tu partij sam karja. Toch, en daarom ia bepaalde sma, a uitspraak doan aantal lezi tak, New Front 2020, de meka propaganda gi NDP ik ba. Wel, binnen het bestaand politiek spectrum, if as a non people I no oppo, tak unoman gosomoro fara. If they no stel dens ref open, giwan trasa, na me tak ya. En de pe win ik ba, new from 2020, de meka propaganda ba. Ma alleen mi no man tak dati. Want mi deja nanga wan fisi, fu char wan for niwe kong, tak asan dati, anego doro. Sernamang, dus zolang je de NDP afdenkt dat ik kon tekenen met die chagwe. Wel, meka de Sernamang, dat met de opoden ai, dat kwam verandering kan komen. Maar een verandering, ook begin in een mindset van Sernamang. En moest man begrijpen dat als een man gosomoro fara, de partij zorgba, de legacy de, we weten waarvoor ze staan, we weten waarvoor, hoe ze regeren. Alla den partij sam karja, de neurokonang a volk jare. Ze werken maar met een klikje, zelfs niet met een totale partij. En mitakwa san, zolang een politieke leider, o tak van we hebben alles in huis. Voor mij is het een rode vlag.
is een rode vlag dat het weer fout zal gaan. Want jullie partij, in stelling schrijft open, like een regering, voor ook een totale people voor Suriname. Zodat al die krachten die we nodig hebben, we daadwerkelijk die input krijgen om de zaken te realiseren voor dit volk die we moeten realiseren. Dus we vinden een gevaarlijke uitspraak. Binnen de volkspolitiek werken wij met die totale Surinaamse gemeenschap. Omdat we stap dat deskundigheid dit drapen. En pano de, if we importeren, dat we importeren. Vrouw, ik kom borborja. Nou, ik denk alleen maar ik kom borbori toch? Nee, echt mijn complimenten. Dank u wel. Die amavo die ik ken, was een soort rustige, verlegen vrouw. Niet eens stellen maar een vraag. Korte antwoorden als de huidige minister van Sociale Zaken. Maar deze amavo geeft me bijna geen ruimte om een vraag te stellen. Kijk, ik ben me bezig met je leiden naar een proces. Een proces is een potentie voor grok. En in zich zeker in Suriname. Voor begrijp zijn de gaande. Want, look, attacki, attack, midden kan je tak grof voor mij poor fini. Tak, de karwan sani, de karwan meti, burichi. Een ezel, en nu ik een spreekwoordje, hè, na soms schrijf konsching, dan tak a burichi, en dan na geen futu, to lezen naar asem stong. Toch? Al is hij zo dom. En wij mensen, we doen een kroon op een schepping van almacht. Dus een gezond verstand is een cadeau. Om gebruiken, om meko analyse. En pe de fout zou meki a jeng en a jeng en a jeng ba. Vandaag stel ik mij, me stel me schrijven, like een instrument. Zijn een bit af volk die zo'n platform. Tap zaden kan streven. Want als er een volk, dan een volk zijn een streven. Dit volk, dan een systeem, de man brokken volk die zien. Nou als maar, in een kiesief streven. Maar voor ons verhef op positie, komt op een level tap zijn om ons de. Tak, tra volkeren hier op aarde, in den tra kondre. De man lukken ze naar people dat het tak ai. Mi loop van een volk dat stang. Ik zal ook daar gaan om mijn bijdrage te leveren. Om op die positie te komen, zal de Surinamer wel een strijdvaardigheid aan de dag moeten tonen. En die strijdvaardigheid, een platform voor strijd, mee ejibit a julika sernaman, een platform dat die. Want de man zijn geleden bij 50 jaar lang. In ook is een platform voor deren. Helemaal niet. Je zegt de man. Hoor ik aan Mafo zeggen dat het tijd is voor een vrouw om een leiding aan het land te geven. En het is dat de man, we bedoel gewoon de orga. De mensen. De orga. De politici. Want het weet ook about de orga, de man, die politieke leiders, het zijn toevallig motagi, allemaal mannen geweest, en de man op een bepaalde visie, na een sadeetjaar in Waka. Maar het is een hele groep. Want wanneer we praten over het bestaand politiek systeem, ja, dan, mi betak en ba, de man creëer een monster. Sa de takar politieke kapitalisten. En na de man dat die, zij hebben die touwtjes in handen. De leiders zijn, in de meeste gevallen zijn ze gewoon marionetten van het systeem. Dus, de stem tak de man na a heer systeem me bedoel. Dus, als zou een vrouw, een toevallige vrouw daar zijn, en je maakt deel uit van datzelfde systeem, maar je bent toevallig een vrouw, gaat dat geen zoden aan de dijk leggen? Ik ga erom dat iemand denkt, out of the box. Je moet vrij kunnen breken uit dat systeem dat de armoede in Suriname in stand houdt. Je denkt dus om dat probleem dus vanuit een andere hoek te kunnen tackelen. Je denkt dus niet dat Jenny Simons, want die is tot nu toe de enige vrouw die zich als zodanig heeft geprofileerd en gezegd van, ik ga voor dat presidentschap. Als ik zo goed luister, denk je dus niet dat Simons that big difference kan maken? Kijk, Mitakwasani, toch? Ik wil niet gaan in mensen, hun organisaties en wat ze allemaal doen.
Maar mijn visie van politiek Suriname, het gaat om het bestaand politiek systeem dat we moeten neerhalen. Want de leiders zijn in dat systeem gewoon marionetten. Mm-hmm. Ze zijn gewoon marionetten. Of het nou een man is of een vrouw, laat mij jou zeggen, dat maakt voor mij geen enkele verschil uit. Wat belangrijk is, is je visie. Je hebt een visie voor poor a volk die is uit a armoede. En potent op een voetstuk. Bij heer grond tapu. En jarusu tap ding. Wel, tot nu toe. Ik heb nog geen enkele politieke leider gehoord. Die een visie heeft gepresenteerd. En. Even tango dat pas een facile. Van ugo al die tijd ba. De taxeipot in zee altijd. Na a zelf de jokisi. Heeft nooit in het doe je best. Altijd je tankjes onvoldoende. Die je repetitie. Telekie verandera input. Je gaat minder op internet, je gaat je zaken studeren en dan ga je zien dat je wel een 10 of een 9 kan halen. What you put inside is what you will get out of it. I like that. Ja. I like that. Amavo, Alisa. Begonnen met VVD staat voor, sorry hoor, zei de nou weer van een griep. Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie. Alisa was eerst in ABOP toch? En daarna is ze uit ABOP gestapt. Vaak genoeg zeg ik. En Alice is natuurlijk niet de eerste die dat gedaan heeft. Misschien ook nog niet de laatste. Maar vaak genoeg vraag ik me af. Maar als je een fighter bent. Of jij bent een tigri. Waarom stappen mensen uit partijen om een nieuwe partij te beginnen? Wanneer ze eigenlijk. Hebben ze geen belief in zichzelf? Waarom blijven ze niet en proberen om van binnenuit die partij te veranderen? Of tenminste te dwingen dat er naar hun geluisterd wordt. Of dat tenminste hun inzichten worden meegenomen. Iemand zei me van Cliff, hou ermee op is wishful thinking. Het gaat je nooit lukken om een partij te helpen transformeren. Maar is dat wel zo? Is het wishful thinking? Want als we met z'n allen ontevreden zijn over in partijen en nieuwe partijen gaan oprichten, hebben we straks nog veel meer partijen. Met het oog op die verkiezingen gaan blijkbaar ook in alle andere partijen nieuwe ontstaan, toch? Kunnen we dan weer nieuwe partijen verwachten na de verkiezingen? Ja, dus u heeft een mooie vraag gesteld. Maar u heeft ook zelf bijna het antwoord gegeven. Dus je zegt dat het wishful thinking is. Deze Alice Amafo. Mijn motivatie om mee te doen binnen het politiek centrum is nimmer veranderd. En een van de een bepaalde manier waarop ik dat had verwoord is kansen voor de kansarmen. Gelijke kansen voor iedereen. Dat was die jongen, ik ga zeggen die jongen, maar ja, jonge politicus moet ik toen zeggen. Van bijna, ik denk 20 jaar geleden. Kansen voor de kansarmen. Gelijke kansen voor iedereen. Omdat sinds toen, in mijn 20er jaren, had ik door dat die Suriname die wij beleven, is niet die Suriname waarin wij als Surinamers horen te leven. Maar het kan veel mooier zijn voor ons allemaal. En dan probeer je dat te bereiken via een organisatie, ja. Maar soms, het leven is een groeiproces. Het leven is een groeiproces en deze vrouw is niet veranderd. Wat ze wel heeft gedaan, is door te gaan om die situatie te bestuderen en te analyseren. En ik ben tot een andere, een betere conclusie gekomen. Er is kansen voor de kansarmen, gelijke kansen voor iedereen. Maar vandaag de dag zeg ik, de Surinamer is zodanig gedaald in positie dat ik moet stellen dat we vanuit die positie van armen naar een transformatieproces zullen teweeg brengen om de Suriname te transformeren tot een miljonair. Maar en ik geloof dat dat mogelijk is. Ja, maar waarom niet vechten inside? Kijk, vechten tegen de bierkaai. Daarvoor, ik wil mijn energie niet daaraan verspillen. Teme Uroko,
mi manchi a vooruitgang maar, en dat we bereik a doel sa om ons bereik. Maar dan kunnen mensen ook zeggen, Alice is mooi wat je zegt, maar om buiten die bestaande politieke boys, die grote boys, links NDP en, dan kunnen mensen ook zeggen, Alice, mijn arki zei taki, maar dat is ook vechten tegen die bierkaai. Dat na sa yu etaki. Nee, mensen kunnen die conclusie mensen trekken. Mensen kunnen ook dat zeggen, maar dem luku is wat bierkaai dende. Dem luku sa bierkaai e prester. En dem opot napu, te ka fighting spirit. Mi sap tak de man dis broken ang asiste. Maar dat me... Tak yu lek wans ma e denki so. Maar dat me bedoel toch, binnen ABOP, voordat de VVD werd opgericht, is Alice opgestaan om te zeggen van, hé, a bierkaai dis in mijn nak en baster. Mi utakba over organisaties, toch? Mi taki, ik vind het niet, ik ga mijn krachten niet onnodig gaan verspillen bij zaken. Wat voor mij belangrijk is, ik moet voortgang boeken. Voortgang boeken, zodat we daar komen waarom we te komen. En, Luko, je bent ook beginnen in Vreubel, toch? Ik begin aan Vreubel. Maar nota in Vreubel. Ik ga eerste klas. Ik ga Mulo. Bak aan Mulo. Ik ga Mirosa Petey doorheen. Ik kan hem horen en tap. Ik ga middelbare school. Na de middelbare school. Ik ga universiteit. Anton de Kom Universiteit van Suriname. Daarna ben ik verder gegaan. De University of Kent at Brussels. Zo ben ik verder doorgegaan. Dus ik kan dan tegen mijn motak. Ik ben daar Jos Josie. Zij die nota Jos Josie. Dus alibi, dus alibi nou een groeiproces. In het tijd dat Ababa Jos Josie toch? Dat je dat hier? Ik maak direct zo'n conclusie, want ik maak misap dat hier. Alibi nou een proces bij wat ik moet ervaren. Dus je wilde meer dan dat? Sami Wani, nou voor transformeer als er naar man, van arme naar miljonair. En die visie, nou een visie, zijn de gebaseerd op een volkspolitiek, zijn nou een nieuw visie, binnen een Surinaamse samenleving. Als een soort partij in Sayo go, dan willen ze je pamperen, toch? Als je nog kon, als de mama potie schrijft op een infuse, dat er wordt... Als je dek bijna of niet af, dat op een infuse dat je kies dringen. Toch, mijn visie is eentje waarin ik wil dat de Surinamer het beste leven kan leiden, dat hij kan leiden, zelfstandig, onafhankelijk en... Iemand doet alles aan, is op dat de sandisi, nanga mama sernang, nanga den goede voor mama sernang, mi de in staat. Want als er nou volk, if we kiezen hoe draaielijk van de, zouden wij vooral binnen het Caribisch gebied, unu nou af de moro goede people jere. En daarom hij dangrami, tak slik in zo'n goede kondre, we libi zo'n pina libi. Ja, maar je weet, er zijn veel ingezonde stukken en soms nemen de mensen ons ook mee, Lim, Baganatori. Waaf de maas hij zijn ingezonde stukken schreef vaker van we moeten oppassen, we hebben al een probleem met partijen, we hebben het al gezien. En we moeten nu echt naar een nieuwe Suriname. Maar vaak genoeg zien we dat politieke mensen langskomen, ook bij Limbo zeggen ze. Ook bij Lim FM komen ze. En ze leggen een hoop uit over wat ze willen. En hoe we dat land gezond moeten maken. Maar a plan sa de man. Nanga sa de man. Sa na plan fawotroma miljonair. Want plan moest de. Want om het te roepen alleen ga je het niet bereiken. Wat is dat plan? A plan van arme naar transformeren naar miljonair. A plan dat hij ook komt, maar ik wil dat doen in een debat met die andere leiders. Want in een contradictie, wat we hebben in dit land zijn copycats. No one's man a visie en presenteer de jouwe en zeg hoe je het gaat doen. Morgen hoor je alle andere partijen ook hetzelfde zeggen. En daarom mie dag alle den politieke leiders uit. Van laten we in het debat gaan. Want im sabon sani. Met ak en so tak. In ak de leiders sa ook is telek no nin sernang. De mannen ze zouden niet kunnen.
om mee te doen, om politiek te voeren in Nederland. Ik ga Nederland, omdat we op een bepaalde band naar Nederland. We hebben een bevolking van 17 tot 19 miljoen. Ze zouden niet kunnen, want je hoort bijna niets over visie wanneer het gaat over regeren van dit land en wat ze gaan doen. Maar in een bon man, als politieke leider, in een bon man dat je gaat kloppen, maar ook zo klop. Kijk hier, ik kom hier met een pakje aardappelen. Kan je voor mij stemmen? Of tak, kijk, ik heb zoveel tenues hier. Bekleed je in partijtenue. Hoe is je dat zijn dat Epsa naar Nederland? Zulke dingen gebeuren er niet. Sans ma eluku in ontwikkelde kondre. Peje tjauwan ontwikkeling kon. Natak de arki afisif den leider. En juleka volk. I maiere tak sa meiere dape. Het grond. Sa asma dat de taki. Ai, a richten dat mi wan go op. En mi e dag ala de politieke leiders uit. Zien wij, so, laten we gaan voor het debat. Koutak fawodu san trafasi. Zo, dat is mooi. Dan mi de bereid je. Maar om nu gewoon hier in deze studio te zitten. En precies met al mijn plannen. Hier gewoon te zeggen wat het allemaal maar, is. Maar dan hoor je het gewoon op een podium. Ja, maar iedereen, kijk. Als iedereen dat begint te zeggen, dan houdt het op. Want meneer, wat me dacht, ja, maar heeft mijn gimme plan dat ramoyeren. Het maakt niet uit, ze mawaieren. Want het gaat er niet om dat als je gaat debatteren met Chan of met Simons of met Del Castillo, je hoeft hun niet te overtuigen. Je moet het volk overtuigen. Wij gaan stemmen. Ja. Wij gaan stemmen. Dus wij zijn het die overtuigd moeten raken. Toch? Moeten worden. Dus als ik bijvoorbeeld zeg, Jerry Simon, Alice Amafo. We hebben nu bijvoorbeeld een groot probleem in de gezondheidssector. Hoe gaat de VVD, heeft niet alles uit te leggen, maar hebben jullie een denkrichting voor kap mopuita sama sama die ze in Saoedeno qua gezondheidszorg? Luister, u gaat nu in, ik wilde net aangeven, van het traject dat ik aan het bewandelen ben. Nu zijn we precies 9 maanden voor de verkiezingen. Ik van vrouw Hoorbeer het idee. Hij bevallen precies op 25 mei 2025. Dat moet ik juist doen. Ja. En op dit moment, de fase waarin ik ben, is om die bewustwording te brengen naar het Surinaamse volk. Maar wat die volkspolitiek precies is, hoe we daar invulling aan zullen geven. Wanneer we dichterbij zijn van de verkiezingen, dan zullen wij het daarover hebben. Dus maar alles wat we nu gaan zeggen, bijvoorbeeld uw vraag over Gezondheidssector. Kluizen, er zijn problemen te over in dit land. Als we vandaag beginnen, volgend jaar zijn we nog niet klaar. En ik zeg één ding, alle de problemen is, je hebt een belangrijk stelling, er is geen geld. Dus waarmee zijn ze bezig? Symptoombestrijding. Daarom ik mitaki. We moeten beginnen bij die oorzaak. We moeten beginnen bij die oorzaak van het probleem. Waarom is er geen geld? Het zijn de beslissingen die de leiders nemen die niet in het voordeel zijn van dit volk. A portemonnee van volk, a centrale bank van Suriname is altijd platzak. En daarom praat ik over die gefabriceerde armoede. Om los het probleem dat op fossie. Voor alle de mogelijkheden. Naar de rijkdommen van Condredici. Die gekanaliseerd worden. Naar een paar enkelingen en kapitalisten binnen dit systeem. Hoe abif hara systeem disbroken fossie. Voor mantak ay money day. En we gaan zaken structureel oplossen. U praat over de gezondheidssector. Er is geen geld. Je dacht over veiligheid. Er is geen geld. Je gaat praten over onderwijs. Alles is er is geen geld. Dus we moeten dat probleem eerst oplossen. En dan gaat het massa drea kondre die de afgelopen 50 jaar. Een mantra dat hij in een poerend ding. Die modus operandi. Die verandert niet. Dus ik zou nu alles wat ik wil zeggen is gewoon pappen. En nat houden. Maar we gaan niet verder komen. En daarom is tak nanga aser namang. Tak mind you.
Wat belangrijk is, we moeten dit systeem neerhalen. Potentieel is baga. Vanaf dag 1, joyere baga, er is geen geld. Er is geen geld. Er is geen geld. En ik hoor ook één ding, is dat ze allemaal azen op die oil and gas dollars. Maar, oil and gas dollars zijn nog ver weg hoor. Na sinds 2020, om een man in rekening te pakken oil and gas dollar. Kijk, nu zijn we al bijna in 2025. Wat voor visie hebben ze? A enige visie, naar go lend money. Wel, ik van mij ja, mee op mijn maatregelen. Ik heb alle maatregelen al genoteerd. Die je vanaf dag 1, wanneer je in het regeercentrum zit, maatregelen die je kan treffen, die dit volk gelijk kan vrijzetten. Deze armoede, het is gefabriceerd. Na de sem politiek man zou je stemmen poti. Na denkstreffe creëer een armoede dies. En na denkstreffe, je hou een armoede in stand. En te wat wisselbaka, Nieuw Front, NDP, Nieuw Front, NDP. Wat zie je iedere keer gebeuren? Het wordt ster, het wordt erger en erger. Misschien kan je toch een beetje voor me keren. Niet helemaal. Zo? Afroje rigier, ja, daka. Afroje te komen in stand, ja, zo. Dat is gewoon zo naar mij kijken, zo. Ja, ja, zo. Afroje rigier te komen in stand, jong. Onvoorstelbaar met Amafo. Wat is jouw mening over etnische bundeling? Omdat het erop lijkt, dat zal een issue gaan spelen. Aparte heeft je nou een boeskondere partij, na die boeskondresma? Hier aan een van partij, volkspartij. Ja, een partij heeft ook vooruitstreven. De hervormingspartij. Ja, dat mag dus moeilijk over mijn partij, dus aftrasma. Nee, wat ik wil uitleggen, het ligt niet. Altijd in de naam. Volkspartij. Na mina mama sernang. En alle dem ching van sernang grong. Na mip ching. Mine mek no wan onderscheid. If you na Hindustani. Japanese. Usap tak de fadir blaka man. Foto nengre, bus nengre. Inji, sneezy. Het maakt niets uit. De Surinamer moet het goed hebben. En we zijn zo weinig. In zo'n rijk land. Tak. Alaka abwan top libi in a kondredisi. En ook gesproken over etnische bundeling. Etnische bundeling is geen nieuw ding in Suriname. Na om een lange we stem sok ba. De eerste politiek pasangi leidde na a kondredisi 1949 en zo on. Na so de man begin stem. Dus om gosodoro? Na so de man begin stem. Masam sa. Ano tjao an verandering kon. Tok dus, tak asem samishi dat ka geschiedenis wan herhaling. Tak stem etnis. Het is duidelijk tak ano dat na probleem. Broka armoede. A armoede sa den sem, de very very politiek man di si sa etak over etnis stemmen. A armoede sa de hoor in stand. Na dat broko. Na dat na probleem fuser nang. Ano antra probleem. We tak over etnis stemmen, jap trawang. Om ons te stemmen op basis van godsdienst, whatever. Dat is niet het probleem. Dit volk leeft in armoede. Dat is het probleem. En we moeten komen met een economisch antwoord. De maatregelen zouden horen in stand. Een pijnige volk, een drukke volk. Maar over de maatregelen dat om hebben. Ik ga een voorbeeld geven. De olieprijs aan de pomp. Kan je voorstellen? Dat het is onze eigen staatsolie. Toch, toen we op olie, wat moest komen van het buitenland, even naar Dubai of pa olie moppen, dan dacht ik, ja, we betalen er duur voor. Kan niet anders. Maar onze eigen olie, geproduceerd door staatsolie, een volk die moest paaien. Een internationale pompprijs, tegen me. Wat betekent dat? Zo mij druk een volk. Waarom? Ik zeg niet dat staatsolie kapot moet gaan. Maar staatsolie na gaan van elkaar en go to. Den ook kan kunnen gaan als een prijs. Voor olie zeg ik mopota buitenland. Minus a pa olie mopota internationale pompprijs. Het kan niet. En dan hoor ik dat men zegt ja. We moeten onze olieprijs niet te laag brengen. Want anders gaan ze het smokkelen.
na te dat be afvisief den leiders une doro, dat ka enige oplossing tegen smokkel, na voor drukke volk disi, om die buiken in me strakker te laten trekken, dat me kari, dat na demonstreef e creëren armoede. En zo kan ik doorgaan. Er zijn meerdere zaken die ik kan aanhalen, maar ik volsta hiermee. Wanneer mensen zich profileren in Suriname, dan krijgen ze natuurlijk verweten. En afaswa, je charasan waka je na bagan natori. Afaswa je triggerd in sma. Afaswa je presenteer je een compleet nieuwe politica. Die wel een rol kan gaan spelen binnen die arena. Als je de mensen, ik ben onder de indruk van de. De eenzame alasani. Maar felheid naar enthousiasme. Want ik geloof dat als iemand iets presenteert, moet je erachter staan. Je moet het kunnen verkopen. Isabi. Gepassioneerd. En dat doe je. Maar dan ga je natuurlijk, we zijn in een kritische gemeenschap. Mensen, nee die camera is goed. Mensen zich afvragen, maar Amafo. Amafo was betrokken bij een schandaal. Ze is eerder afgetreden. Ik weet bijna zeker dat, dat je daar al een antwoord op hebt. Want als je dat niet had, dan ben je een slechte politica. Want dat gaat komen in die campagne, toch? En de mouwbank dat ook te contacten. Wat heeft Amafo daaruit geleerd? Want kritische mensen kunnen ze wel eens zeggen. Maar waarom zou ik op die vrouw moeten stemmen? Want ze heeft gerommeld met staatsmiddelen om de verjaardag te vieren. Kijk, mensen. De loop hoor negatief, Sani. Maar positief, Sani. Zo gauw als ze kunnen. Gaan ze alles onder tafel schuiven. Ja? Dat na zo libismade, daar kan ik niets aan doen. Maar in Luko in een situatie PD en gerommelen met staatsmiddelen, bla bla bla. Laat me jou één ding zeggen. Wanneer men een opkomende leider in een contradictie, elke een opkomende leider die niet voldoet aan het beeld van een traditionele politicus en die past binnen het politiek spectrum, de mouw probeert nakia. En zomaar een naki. De naki was een sterk persoon. Een sterk persoon. Na een sma, zijn impassie. Nooit nee waka over rozen. Je moet om een tackle op je passie. En als aan deze, we hebben het al uit en treurig besproken. Maar toch. Mitrong minister baka toch. Mitrong minister voor Sernan baka. En migi leiden 5 jaar langa. Naar het ministerie Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waarover ik heel veel zou kunnen vertellen. En heeft daadwerkelijk Sambeko zo slecht lid van de taki, dan zou dat niet mogelijk zijn geweest. Zaken worden opgeblazen om nieuwe opkomende leiders kapot te maken. En kan dit dan juist een succes zijn, Jubemus Abilio Libi, waarover je niet eens denkt te dromen, kan dit dan juist een succes Jude? Ja? Dus laat dat gezegd zijn. Deze vrouw is clean. Dat met een takkie. Ik heb het gedaan, ja. Maar dat was een politiek besluit. Het politiek besluit had ook kunnen zijn dat ze zou blijven aanzitten. Maar helaas is dat niet zo geweest. Omdat altijd die abisman het lichaam takken. Maar wanneer je niet voldoet aan het beeld van een traditionele politicus, zullen ze er alles aan doen om jou kapot te maken, zodat je nimmer meer het politiek spectrum betreedt. Maar hier sta ik. Ja, dus leider van de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie. Dus wie is de man, met een duidelijke visie. Dus wie is de man kan gaan staan dat hij in op weg naar 2025. Het laat je koud. Ze mogen daarmee komen. Ze mogen daarmee komen. Is geen probleem. Maar het zou beter zijn als je presenteert je visie. Sayo do voor meka kondre dis na een volk disi. Tron een welvarend volk. En die mensen die met die dingen komen, ga beter bestuderen wat er allemaal toen is geschreven. Ga bestuderen het huiswerk dat megi. Ik vind dat je hebt bewijs. Dat je kan presenteren het bewijs dan. Je moet niet gewoon in de lucht kletsen en mensen napraten. Want dat is wat vele mensen doen. We moeten leren om zaken te onderzoeken.
If you think that me be schuldig now and say, I think we was do that today. Mas, mas, I'm a boys. Make a come. Yeah, yeah. Make a come. And make a vertel ook do direct, sa ou do, for broken armoede is. Alice Amavo. En nu dacht ik, de nieuwe Alice Amavo. Ik ga lezen de berichten, de vragen die binnenkomen voor deze vrouw. Jongen, even je reactie, ja. Zo. Nou maar, Amavo, wie na dat iemand? Maar schrijf jij naar live. Er moet een debat komen tussen Amavo en... Amavo en Jamin vrij. Je hoeft niet te weten wie dat is. Laten we even lezen. Mensen, ik zou in een lees belediging wel eens... crisis vragen sowieso. En... van mij maar op haar app. 8781482, ja, ik heb hem al. Oké, dit heb ik al net ander gevraagd, dus ik kan het skippen. Limbo. Komt veel geld wordt gegeven aan onder andere spookambtenaren, ministers, onderministers, DR en RR-lieden die niet actief meer zijn. Komt er een wet die dit stopzet als ze aan de macht komt, als ze macht heeft? Gelijk antwoord geven of gaat het? Laat me een paar. Is pen en papier. Laat me een paar van die dingen gelijk lezen. Want dan... Genoeg papier, toch? Goedemiddag. Was mevrouw Amavo niet terug naar de ABOP? Dit systeem kan en zal je niet kunnen doorbreken. Al zijn de leiders van vandaag morgen er niet meer. Stempel is al gedrukt. Er zijn standvastige stemmers. 80% van de familie is zelf de kleur. Het systeem wordt met de paplepel generaties doorgevoed. Wees me een parlement zonder de giants. NDP, NPS, VAP, ABOP enzovoorts die ook eens klein waren. Je moet kruipen voordat je loopt. VVD, zetel 0. Weer een van de... mislukte babbelaar politicus. Als iets niet voor jou is weggelegd, laat het met rust. Nou, ik zou niet zeggen dat het niet voor... Ja, ik mag die vragen niet beantwoorden. Dat is mevrouw Amavo zal zelf praten. Dit is te persoonlijk. Zij slaat de spijker op de kop. Als de oliedollars binnenkomen, gaan ze het volk vertellen dat ze daarmee schulden gaan aflossen. Dus de armoede blijft bestaan. Goedemiddag Lim, big up Amavo. Ze is sterk vooruit gegaan hoor. Ik volg je vanaf nu Alice. Amavo, ik kies Biggie Wintino. Jelly moet voorzichtig zijn. Sang! Competition. Hoe gaan we geld verdienen? Met welk geld gaat ze armoede bestrijden? Ze begrijpt niks van de olieprijs. Met haar speech wil ze inspelen om de Mofina Wangs. Of op de Mofina Wangs. Hoeveel stemmen had VVD landelijk gehaald? Jullie hebben meegedaan aan die verkiezingen, hè? Ja. De eerste keer was in 2020. Klopt. Oké. Okay. Limmiddag, hoe denkt Amavo al die troep in Pont Buiten op te ruimen? Zoals veel wateroverlast, crime, huisvesting, drop-outs, dat vraagt Asso Ade. Lim heeft deze mevrouw wel een ideologie. De bronoorzaak met betrekking tot gedragingen binnen een bepaalde etnische groep kwam door haar voorbeeldfunctie. Het voorbeeld dat ze in het verleden heeft gegeven, die mensen er nu... Het voorbeeld dat ze in het verleden heeft gegeven, die mensen er nu verleiden tot bepaald gedrag van
patronage, materialisme, hebzucht en hoogmoed, waanzin. Dat heeft zij ingezet. Er zijn heel veel berichten, maar we gaan niet zo allemaal kunnen lezen. Hoeveel vragen? Dan kan ik gauw alvast een paar beantwoorden. Ik zie 8. Goedemiddag Limbo, Amafo heeft vele ogen geopend door Big Up. Laten we met deze beginnen, dan lees ik slechts de rest. Gaat u gang. Ja, eerste ging over beleid, over spookambtenaren enzovoort. Kijk, alle input dat komt. Ik ben dankbaar voor allemaal. Daarom heet we de Volkspartij. We zijn dankbaar voor alle input. En het zijn zaken waarnaar we allemaal moeten gaan kijken. Als er over, en dus de Volkspartij, dus het systeem waarop wij het willen doen, is samen met het volk. Openstaan om te luisteren wat het volk te zeggen heeft. Dus zoals er hier een vraag is gekomen over spookambtenaren enzovoorts, dat nemen we mee. En ik wil die persoon ook aangeven dat die zich ook sterk moet maken. Soms kan je het misschien niet zelf, maar je kan ook sterke mensen kennen binnen die samenleving, die het hart op de juiste plaats hebben om deze beweging te joinen. En dat deze mensen via het parlement, want in eerste instantie, noem het ook over regering. Je gaat ergens moeten beginnen en dat is binnen het parlement. Als je sterk daar bent, if a volk abribi in a beweging en ook kan trangen, dan gaan we veel in werk kunnen zetten. Veel in beweging kunnen zetten om de wetten die er gemaakt moeten worden om zaken op te schonen, om dat daadwerkelijk te kunnen doen. Spookambtenaren is ook een. Ik zie ook toelijk de consequenties van armoede in Sawelibi. Dat nauwelijks optie nog deed naar Kondre. Maar dat maakt rechtvaardigt het natuurlijk niet. Ja, er zijn heel veel geruchten erover dat ik terug zou zijn gegaan naar de ABOP. Maar dus zoals ik hier sta, dat hoort, of zoals ik hier zit, dat hoort aan ieder dat Alice Amafo leider is van de Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie. Met een totaal andere visie gebaseerd op de volkspolitiek, waarbij ik ervoor ga. Ik geloof dat Alawanser Namang kan trouwen miljonair in Akondredis. En ik denk dat hij naar Volkspartij wang. Er was een vergadering, ik denk dat de mensen dat misschien hebben meegenomen. PB zijn nog een bloemstuk, maar dat was gewoon om die partij te feliciteren. Kijk, dat ding is... Verdraaid. Dat ding is verdraaid. Er was een bloemstuk gestuurd, het moest gewoon op kantoor geleverd worden. Zoals je een goede vriend of een oude vriend, of hoe je het ook wil noemen. De partij waar ik een aantal jaren een lid van ben geweest. Het was jaren. Je mag als partij mag je een bloemstuk sturen. Het was ook geen bloemstuk van het komt persoonlijk van Alice Amafo, maar het was iets van de partij. En het moest gewoon geleverd worden, gewoon op kantoor. Je bent het bewust gebracht naar die massameeting? Loco, mino sapsan de indes ma verstaan, mino man taksan bij de motivatie. Ja, maar duidelijk is dat ik er niet achter stond. Je hebt me daar toch niet gezien? Dat het daar geleverd moest worden, ja. Oké. Okay. Ik was niet daar. Mijere tras mij dat wel dat ik den beshim dappe. Dat mijn pond dubbelganger. Maar goed. Er was ook een opmerking over standvastige stemmers. Maar dat na een probleem juist en dat na mijn uitdaging. Gona asser na man. San sabi. Soort quincy ay maken mee. Om heeft deze man. Ze vluchten weg hoor. Om het oneerbiedig te zeggen. Alles mij vluchten naar betere orde. Om een goed bestaan op te bouwen. Terwijl. Als je eentje aan moest komen. Naar je mindset. Je moet je openstellen. Voor een vernieuwing. Want naar je moet steken een beslissing. Tak nee als aan disi. Mino nya memoro. Mo fetino. Mino wan libismatu. Gado jimblo. Gado gim krakti en omo opo mo feti. Want, a volk disi, a politiek, mek den so kon tem, den tam den elezek van je tem wan leeuw. Die krachtige wilde leeuw. Sang wan libis man om aan hoor staan tegen eng. De tem a volk disi zodanig, tak
de brokken helemaal. Er is geen enkele strijdkracht meer binnen dit volk. En met taknanga jullie kasernama. Je hoeft dit niet te accepteren. Jij als Surinamer, jij bent de sterkste. Kan je een platform nog bij de? Maar ik van betakking ba. Me stel me schriftelijk een instrument. Voor creëren een platform. Ja, sir, na man, sabre, dat ik hoop nog de. Voor kan fetti. En voor kan strij. Want je moet het weten. Geen kroon zonder strijd. Vergeet het. Ja, iemand maakte die opmerking over die oliedollars. Ja. Ik denk dat om passen op, wanneer het puntje bij het paaltje is, kan de Heer dat alles aan verpand voor mijn denkbaar. Dat hebben ze jullie weer nog een keertje gepakt. Wat belangrijk is, na taki, de leiders moest man presenteren een visie. Voor poor. Kijk, zelfs een feit dat de man is gaan naar IMF. Toch? Nieuw front 2020 gaan naar IMF. Terwijl daarvoor de betak de nobouw doen. Het lijkt op hun laatste optie. Dat want ik niet heb nog een visie. Omdat optie lijkt voor Dusani. Voor Tjarwan verlichting. Kon in een situatie van volk. Daarom ik met dat de man is vreed no hel. Dat in zo'n benarde situatie zijn volk de. A politica wil gewoon aan de. Voor verlicht een situatie van volk. En dat tapap banou toe. Je voer nog het bij ons. Een strakke IMF-programma. Hoe harteloos moet je niet zijn? Maar... En als er dan toch mensen zijn die vinden van, nou, dit is beter, hoe gaan we denken? Wat aan het denken? Maar als dat bij de Judah, dat zou je boven doen los voor IMF. Want hier is de president, dat je beste stuurlijst staan aan wel. Als dat bij de Judah zo'n model je boven creëren voor mij kan Monico. Wel, als beste stuurlijst staan aan wel, dan ga ik ons doen met beste stuurlijst komen. Mitagi, tayuru doro, dan ga ik met mijn maatregelen komen. Mika ayuru van verkiezing, morodoro op chinso. Ko go in a debat. Mino ande wa da kondre is lijn aan a copycat, no a fisi mine yere. Mino ande dan presenter mi san jati de. Na asma yon debater. Dat tamara, na ga de parte toch ala de leider san. Mami ma imi musrigel wa debat ji travici. Na wa antra politica. Mitagi, of politicus. A debat. Tayuru doro fa debat. Organisering. Inom organisering nanga wang. Ko organiseren wan debat systeem. Mek ala den leaders. Ko dem tien so trafasi. Tap wan international level. Wan de leaders ina kondre dizi. Na zo so structuren. Maar structuren zijn groot. Ik kom er zeker. Maar wat gebeurt er met die grote structuren? Mora dem structuren bigi. Mora volke pina. Dat moest mora. Eigenlijk wang. Dat onafhankelijk orgaan moest doen. Bijvoorbeeld SVJ doen. Bijvoorbeeld. Na KKF. Daar staan alle leiders daar op het podium. Hoe doen met de leiders. Kom één voor één. Alla de mensen. Tak de abba planen. Om kom met grote structuren. Grote structuren. No pora volk. Dis in abba no to. Je dag de uit. Na so bigi pina. Met dag de uit ja. Ik daag ze uit, laten ze het debat niet schuwen. Koutaki, sena jouw plan, volgens de oliedollars kom. Fayo los a probleem op a armoede zijn de gefabriceerd. Dat is mijn uitdaging. Elke leider die zich aandient, tak de abba antwoord die afvolk die zie. Leiders, jezus, jullie hebben het gehoord hoor. Mino bol die basans heeft me bij de UNO. Mino bols da osra mire wa mee bluf miso. Maar goed, gaat niet door. Ik ben tegen. Ik brief is aan mij, Abi. Ik heb niet de laatste brief in de volk. Ik heb de laatste brief in de leiders. Maar ik heb de laatste brief in de volk. Ik weet dat dit volk kapot geslagen is en dat ze geen opties hebben. En dat ze gewoon geneigd zijn om met dit verleden go in wang. Met dat in wang structuur of wang partij. Bij je met mijn pina goeren. Kan je me van wang tien lang te broken. If na lanti broko ben meka kondre dis dry, meneer Limbo. Da kondre dis da betraile kwa meter. A betraile kwa meter. Ja? En daarom metaki volkspartij. Wij zijn anders denkenden. Mi a hesan dat me kore af. Seip sanang awansma. Voor of desma sa den partijere.
na gewoon je go is op te denken is voor u toch je lokka voor u go in a koi na aan te kruimeltjes daar prap terwijl je de hele wereld voor jou had, de hele wereld had je, dan je go facilitief pot dappen want iwan de verzekerd voor minstens voor een habbe kratje. Wel, ik zie een jonge miljonair hoor, meneer Limbo. Alles er na man. Hoe kan bereiken? Maar hoe man denk je out of the box? Je gelooft niet, hè? Die lobby. Zij sap toemsi. Terwijl die sap takane poerboom. Na zo, je taere. Je gelooft niet, hè, Sarah Wilde, hè? Ik heb me nooit erin verdiept. Mm. Waarom zegt u dat? Nee, jij bent... Sap niet of je sap onder is. Jij bent 4 februari, hè? Klopt. Jij was samen met Gils en Marika. Ja, en... Op één dag, toch? Om en bij dezelfde periode. 4-4 zijn ze. Oké. Okay. Alle drie, alle twee. Gils is al dood. Santoki is 3. Ja. Misschien wel verschil tussen Jan en Chan, dus als sterrenbeeld zal nee, wat kan altijd. Ja? Kan, ik weet het niet. Zijn alle vragen beantwoord? Maar je moet de vrouw wat korter voor me houden, want je hebt een ruimte, je promoot VVD, je brengt ze dan maar voor Laudje Limbo. Maar je moet de vraag wat korter, want ik heb nog veel meer vragen. Helemaal niet hoor, we zijn bezig, en promoten een visie. Voor VVD. Een visie. Voor VVD. Zang. Ik heb een visie voor spat, ook een visie voor VVD. Ja, ik kan dat geen zo. Ik kan dat geen zo, want uiteindelijk voor de mina verkiezen ik gewoon lichaam van Oro. Ja, want to big up BD. Dus dank je wel voor jullie big ups. Ja, en houden jullie klaar. Ja, mensen. Want Broko heeft doen in een kondre, die is fetti de fetti. En er was een vraag over Pont Buiten en zo. Dan ga ik weer op mezelf de antwoord komen. Dat kan moro biggie probleem is die armoede waarin dit volk leeft, dat gefabriceerd is. En de leiders zouden taki na mama Bobby wat aan stem gieden. Dat je dan hier als hem sani een mantra, er is geen geld, er is geen geld, er is geen geld. En dan ga je die troep niet kunnen opruimen. Maar met mijn visie om te zorgen dat er geld is om te bewijzen dat we wel in een rijk land wonen en dat de Surinamer ook rijk kan zijn. Dat je ziet dat je belevenis in een kondredisie. Oude wan totaal trauma. Vraag me niet nu. Onder deze situatie, na een politiek bestel in Saudi-Arabië, ja, dat je als minister bent, mijn minister no. Ik zou je ook zeggen, er is geen geld, ik kan niets doen. Oké, Limbo, ik wil een debat tussen... Patty Etnel en Amafo. Oeloba sensatie, Sani. Was je al klaar? Ik kom gewoon dwars binnen, ja. Heb je alle. Je hebt een vraag gesteld dat ik niet zo goed had. Oh ja, even hoor. Dus ik ga het niet meer kunnen terugvinden, hoor. Ja, laat me het gelijk doen. Ik ben het niet eens met die persoon. Dus iemand gaf aan dat bepaalde dingen door deze mevrouw in gang zouden zijn. Patronage. En dat soort van dingen. Kijk goed naar politiek Suriname. Lukoboom zijn naar politiek Suriname vanaf 1949 zo begin stemmen naar Kondredisi. Kom mee alsjeblieft als een toevallige minister niet bestempelen dat na mij het systeem dat kon in werking. Juist naar Asan Dati, naar Asani, zijn een hou afvolk dit op en om stoppen. Tot zover. Oké, dan ga ik dan door met Lize. Dan ben ik weer in beeld. Cliff, wie zijn de andere bestuursleden van VVD? Als mevrouw Amafo kan noteren, ik ga even snel door. Ailembo, Chan is 3 september. Amafo stom heeft, nee, hij is februari, zeg ik. Lem die Mike geluid van Amafo. Maar ze zit toch op 4? Ik heb geen probleem met het geluid. Ze praat luid genoeg, hoor. De vraag was, krijgt ze nog geld van het volk? Zal ze een wet brengen? Krijgt ze nog geld van het volk? Als ex-minister bedoel je. Limbo Amafo praat net als Chan. Vlotte babbel, was sitting. Wanneer ze daar zou zitten, vergeet ze wat ze ooit gezegd heeft. Ze profiteert nog steeds van staatsgelden. VVD 0 zetels.
Amafo Ivagre zegt haar visie. Draait de partij alleen om haar visie? Hebben de andere leden geen visie? Wil ze het alleen doen of met de partij? Limbo, als Santoki zegt dat de beste stuurlui er wel staan, dan zegt hij dat uit ervaring, want zo schreeuwde hij toen ook toen hij aan de kant stond. Dus hij bevestigt dat hij een raddraaier is. Vraag Amafo als de partij van haar is of van de samenleving. Want Abob is van Brunswijk, heeft zij zelf gezegd. Hij geeft ze de opdracht goed te handelen en te reageren. Vandaar mijn vraag. Limbo, na vrouw jabe wai panigi bota, toen kinderbijslag bij het binnenland zoek was. Oké, dit is gewoon te lang hoor. Ik doe de lange sandici. Korte berichten, lange inleiding. We zijn al bijna. En ik heb nog veel meer hoor, wat ik u moet laten horen. Dus na mevrouw Amafo gaan we door. En kijk hoe laat het al is, 5:00. Limbo, goedemiddag. Alice klinkt precies als Matura in 2019. Waar is Matura nu in kwestie AZP? Hoe staat mevrouw Amafo? Nee, het begint eerst. Mevrouw Amafo heeft mij complimenten. Hoop dat zij wat zetels binnensleept. Tenminste hetgeen ze allemaal naar voren heeft gebracht. Als ze dat ter uitvoer kan brengen. En niet als Chan propaganda maakt. Hoe staat mevrouw Amafo tegenover een samenwerking met de NDP? Laat me weten als het te veel is hoor. Want, Cliff, goedemiddag. Vraag haar als ze is bekeerd. En hoe ze gaat doen, want het kiesstelsel is veranderd. Je mag geen strafblad hebben. Maar zij heeft geen strafblad. Ik moet die vraag niet beantwoorden. Limbo, vraag haar als ze samen met NDP gaat werken. Dit is weer zo'n lang ding. Ik ga in het midden gewoon hier. Trouwens, ik hoor Amafo niet vanuit een visieprobleem oplossen. Dit maakt haar een van de... ze komt populistisch over. Een pleister bedekt een probleem tijdelijk. Het is geen oplossing van structurele aard. Haar uitspraak dat er ieder miljonair kan worden bevestigd. Haar populisme. Pas als het een misverkiezing zou zijn, zou ze meeste stemmen halen. Het zou heel mooi zijn deze vrouw samen met Jannie Simons in de top te zien. Simons president Amafo VP. Cliff, een big up voor mevrouw Amafo. Nee. Ten aanzien van kwestie EOL, ik snap de frustratie om onder die omstandigheden te moeten werken. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dus ik begrijp mevrouw Venetiaan helemaal. Waar ik een issue mee heb, is haar standpunt dat ze er kennelijk oké mee is. Dat ze niet 2 jaar lang een salaris zal ontvangen zonder te hoeven te werken. Ze maakte wel de opmerking dat ze niet betaald wordt, maar ik neem aan dat ze niet gratis werkt. En ook al zijn ze laat met betalen, ze zal het krijgen. Fijn voor haar dat ze zoveel lol gehad heeft in haar werk. Door de variatie die ze heeft mogen ervaren. Maar ik zou meer respect en geloof hebben gehad als ze had gezegd dat ze zich beschikbaar zou blijven stellen voor studenten die nog begeleiding nodig hebben. En ik leef een big up voor mevrouw Amafo. Versie 2.0, want dit is een fire versie. Ze heeft een goede inborst en intentie voor welzijn van het volk. Ik hoop van harte dat ze deze energie volhoudt. Uitdagingen voor haar zijn wel de affiniteit met ABOP af te schudden en voldoende kader binnen de partij hebben om de breedheid van issues te adresseren tijdens de campagne. Gaat u gang. Ik heb genoeg gelezen. Straks meer. Ja, om te beginnen, wanneer ik praat over een debat,
Ja, want iemand haalde hier aan een lid van een partij. Partijleden hebben weinig in de melk te brokkelen wanneer het gaat over de richting waarop het land geregeerd moet worden. Het zijn uiteindelijk de politieke leiders die het laatste woord te zeggen hebben. Hetzelfde gelden ook toe. Al blaffen de honden. Die caravan trekt verder. Dus tewe voor debat. Kou voor het debat. Tap voorzitters level. Maar anders, ook een big up aan die goede mevrouw hoor. Ze doet heel goed werk. Daar niet van. Wie? Mevrouw Ednel toch? Oh. Patricia. Verder een... we kijken... Er is iemand die aangeeft dat, een doemdenker, die aangeeft dat de VVD 0 zetels zal halen. Maar best, iedereen moet er zijn, er moet een balans zijn in het leven. Positief en negatief. Doemdenkers moeten er zijn. Look your situatie. Misschien heb je het toevallig goed, dat kan soms. Maar wees ook je broeder en je zusters herder. We moeten het met alle goed hebben in dit land. En ik zal vriend en vijand bewijzen dat het anders kan. En ik zal het niet alleen doen. Maar die kruistocht die ik ben begonnen. Om dit volk op te roepen. Om zich te bekeren. Voor change their mindset. Voor stop. Naar een mindset van ideeën zee. Van mental slavery. Ik zal door blijven gaan met deze boodschap. Totdat het tot een ieder is doorgedrongen. En over die visie. Een visie begint bij iemand, hè. Er is altijd iemand die een pen gaat pakken en een papier om wat dan ook te beginnen. En van daaruit gaat het verder groeien. Duidelijk naar dat de visie zijn de telek no. De visie des revi. De neuroko. Dus volg af visie des boom. En met dat naar Alawanser Naman. Want het is niet alles allemaal voor dit alleen gaat doen. Er is een strijd die we moeten leveren. En dat zullen we samen moeten doen. Elke Surinamer heeft een bijdrage te leveren. Je mag niet zitten en je eigen situatie berusten. Of anderen de schuld geven. Deze visie is een visie die ik deel met het volk. Zodat het ieder het kan overnemen. En ja, ik heb een bestuur, ja. Ik heb een bestuur. De voornaamste taak van het bestuur is om de administratieve zaken van die partij in orde te maken, zodat alles op reeltjes loopt. En ik ben bezig. Ja, er zijn veel mensen die zich aanmelden, enthousiast aanmelden, na de diverse verschijningen die ik heb gemaakt om deze visie te verkopen. Maar de Volkspartij, nog een keertje, wij zijn andersdenkenden. Dus afas van wat jaren waka. En afas let van Gwenti. Het wordt een totaal andere manier van mobilisatie van het volk. We zien dat de traditionele partijen zijn bezig op een traditionele manier met die mobilisatie. Maar blijf de Volkspartij volgen. En kijk zelf. Teki egi ai. En me bribi tak yusrefi na wanser namang. Sa o sluit je aan naar beweging. Voor lever je bijdrage voor haal het systeem dus neer. Even kijken. Er is ook een vraag gesteld over. Je bent gezond, maar meestal de smalere de leeftijd is weer brilvlies. Ja. Ik had ook een genade. Mm. Partij heeft gevraagd. Dus ik ben... dat heb ik al aangegeven. De partij, die naam zegt het al, de Volkspartij. Asma san actie heeft naam die partij. Nou, een partij van samenleving, ja. Daarom ben ik juist met de jij in een studio. Voor tak nanga alawan sernaman. Tak me bied je een platform aan. Voor jullie kan volk kan stree. Want lek van a bestaande politieke orde de. Soms ik gees na net lek van a song. Op een man ting. En net die Isakabaka, je kan er niets aan veranderen. Maar ik bied het Surinaamse volk, en vooral als ik aan Aksa vraag, maar bied je een platform voor kan streven, voor halen systeem die sneer, voor een nieuw deka broko, die afvolk die zie.
Want mijn actie was dan ook toe. Want dan voor een kinderbijslag staan bij dit zoek. Eerlijk gezegd. Die waaien aan je erop. De president Bouterse. Ik was minister onder hem. En wat verwacht ik van mijn president aan wie ik verantwoordelijk schuldig ben als een goede leider? Als je informatie hebt gehad, minister, in hoeverre president Bouterse beverifiëren informatie voordat hij op een politiek podium is gaan staan om zijn eigen minister te beschuldigen en er zeker van te zijn dat hij die minister de volgende dag de laan uit gaat sturen. Heeft hij het kunnen doen? Nee, hij heeft het niet kunnen doen. Omdat die informatie niet geverifieerd was. Uiteindelijk bleek het gewoon een faye karasani. Een olifant in een glazen kast. Of de olifant heeft een muis gebaard. Zeg het maar zo. De berg. De berg heeft een muis gebaard. Oké. Misschien even give me toe. Maar. Belangrijk. Alle soort culturen die in Suriname. Dat doe alle sabi. Dat nou of de moois aan Suriname. En dat is maar die moan pangi. Ja, ben ik nog een taxi aan de tap op Panje, maar voor mij op Panje beschrijf ik Bouta Talegede. Toch? Bouterse heeft gelogen om het te vertalen in het Nederlands. Van, die mevrouw staat nog daar, je hebt er niet de land uitgestuurd. Dus dat vond ik wel een beetje jammer van de president. Want if I become, dat ik Carmen kom, tak minister, wat is er aan de hand? Ik heb dit. Maar hebben jullie daarna nog gesproken daarover? Daarna hebben we erover gesproken, ja. Pas daarna. Baka. Isabi, om eens maar met de gang passen naar man. Meestal negatief zijn het dan anga gewoon. Maar een gecorrigeerde gedeelte, die vegen ze lekker onder de mat. Maar goed, dus daar hebben we het weer ook even daarover gehad. Van dat was gewoon een opgeblazen ding dat. Nogmaals, die mensen die hun complimenten, mij hun complimenten maken. Ik dank ze allemaal. Er is iemand die ook vraagt over samenwerken met de NDP. Dat moet komen bakken tapa visie. Volkspartij. Mijn eerste samenwerking is samenwerken met het volk van Suriname. Volk, alawan sernaman. Stel je open en een handreiking samen doe. Teken een handreiking dat die. Dat na mijn eerste samenwerking. Want voor ons realiseren een volksrevolutie. Voor ban een gefabriceerde armoede die zie. Na alleen een samenwerking met het volk kan dat realiseren. Waarin we het bestaand politiek systeem gaan neerhalen. Dat die grote partijen moeten klein worden. En dan kunnen we met ze werken, ja. En dan weet ik dat we verandering kunnen brengen. Maar als ik nu in haar status contact NDP in de lead. Mijn gunst. Wat gaan we kunnen veranderen? Met die met dat enkele de leiders in haar contradictie. Ze zijn marionetten, puppets. Wat gaan we bereiken? We zullen maar moeten dansen naar de pijpen van de politieke kapitalisten. Die armoede in stand houdt. Er is iemand die aangeeft van die visie over miljonair is populistisch. Dus hij zorgt me duidelijk van die man die is brokka volk. Dat kwam drein schrijven de naap moro. De man een leren generaties lang dat je arm bent geboren in een arm land. En dat je arm zal sterven. Till the day you die, you will live in poverty. Na dat de man is still in you. Ja, maar mee give you one hope. Tak moro def haal eruit. Sta op. Broken mental slavery. Sek is king. Ko fetty. Want one fetty def fetty. Ja? Dus een ja, once maar tak one sunny. Waarschijnlijk niet als een complimentje bedoeld. Toch? Maar nog steeds met dat dankjewel. Mijn bovien wat misverkiezen. Maar. Laten we met de traleiders komen. Kou debatteer. Kou debatteer kou luku. Suma wini.
Als nou een mens verkiest en wat moet we niet, of moet we naar debat. Alleen de praktijk zal dat uitwezen. Zo als mij dat het takkie, is gewoon wishful thinking. En er is ook iemand die aangeeft, een mooie koppel, Simons en Amafo. Nou, het volk zal dat bepalen, hè. Ik blijf het zeggen. Mijn eerste samenwerking is met het volk. En als samenwerking met het volk, o definieer arresterende samenwerking dan gaat een tra politieke exponenten zijn de ina. Het was voor mij je presenteren hoe je dus spontaan sommige dingen zegt. Niet de duizendmaal verzekerd dat de maaf abop zei luka programma doen hoorde. De maaf moest veel worden en de tak mi gado. Moet op een mekadis goe boy. En aan de andere kant zijn er andere mensen die zeggen van, misschien andere partijen hoor, NPS, NDP en zo. En de man moet zeggen dat ik god, we benaderen elkaar, dan gaat ze op in ons. Dan laat ze opgaan in. Opgaan in ons, wat betekent dat? Hoor aan bestaande politieke orde in stand en daarmee. Ga je dan een bijdrage blijven leveren om die armoede in stand te houden? En daarom zeg ik een vernieuwing. Nou, een vernieuwing van je man Broko, officieuze cirkel DC. Ik lees de laatste berichten. De allerlaatste, want dan moet ik naar iets anders. Lim en mevrouw Amava, krijgt u nog geld als ex-minister, bent u bereid een wet aan te nemen om ex-bewindslieden die eigenlijk spookambtenaren zijn, geen salaris te kennen, zegt Janice. Even hoor, even. Ja. Sam. Sam, voorum. Ik schrijf het even hier. Ja, u kunt doorgaan. Ik kan doorgaan, toch? Ex-bewindslieden nog? Ja, krijgt u nog geld en bereid om een wet aan te nemen omdat een mooie propaganda bij Lim, maar ik ben blij, maar ik blijf pas. Kleine partijen kunnen niet op tegen de VHP. Wat is nog heel en positief gebleven de dag van vandaag? Deze regering heeft het spoor van vernielingen achtergelaten vanaf 2020. Te lange uiteenzetting op vragen. Goedemiddag, Missie Kaba heeft ook zo een visie gehad. Er zit meer achter. Heeft deze mevrouw ook meegedaan met de demonstraties? Dus daar moet je beginnen bij het etnische, dat begrijp ik niet zo goed. Goedemiddag, deze mevrouw mag wat bescheiden zijn. De kans om Suriname te ontwikkelen heeft zij al gehad. Ik ben van mening dat elke journalist, presentator of medium die op de hoogte moet zijn en al degenen die zich weer wensen te profileren, het te doen, mensen aan het verleden moet herinneren en spijt blijven betuigen en niet met een simpele sorry om van de vlek of smet af te komen. De waarheid, al wat duister is. Oké, dus eigenlijk is het de vraag van mij, hè. Amapo gebruikt de laatste gelden om haar verjaardag te vieren. Toen ze minister was, hoe kan zo iemand in het bestuur van het land komen? Ik vind dat onacceptabel. Amafo voorzitter, Todi ondervoorzitter, Limbo adviseur. Dat is een manier. Ona Todi zijn aan haar grap die zijn. Miano adviseur, ja. Sadaki? Ik moet adviseur zijn van VVD. En wie zijn de financierders en sponsoren van de partij, hoe denkt ze dat nog vast te stellen? Waar borgsom te betalen? Ah, dat is een goede vraag. Het van waar borgsom vind ik interessant, hoor. Mensen, ik lees allerlei vragen hier die niet van belang zijn. Hoeveel zijn er al? Ik tel 7. Gaan we naar 10. Alice is een topper.
Maar zo snel gaat ze niet aan de top komen. Maar een samenwerking zal moeten komen. Desnoods als VP met NDP. Ik zag een opmerking van die Bigisma die altijd positief reageert. Is oud-onderwijzer, dacht ik. Ook voor mij klinkt Amafo totaal als een ander mens dan zoveel jaar geleden. Misschien kan ze ons inkijk geven en enkele andere namen noemen die in haar organisatie participeren. Zodat we kunnen nadenken over datgene wat ze naar voren vraagt. Mensen, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Ik moet echt stoppen. Er zijn zoveel berichten. Maar ja, het programma is zeer goed bekeken en beluisterd. Dus, meneer Sensuré, maar if eigenlijk, je moest lees alles aan die zee. Alles aan zijn snap, ja. Daar heb je een baganatorie van 2 tot 9 uur s'avonds of 10 uur s'avonds nodig. Isabi. Maar goed, ga je gang. Ja, bepaalde mensen zijn in herhaling getreden. Sommigen. Dus ik ga daar niet meer op ingaan. Ex-bewindslieden. Moet er een wet komen om hun... Ja, ik krijg mijn voorziening van de overheid nog. En ik ben beschikbaar. Ik ben beschikbaar om het land te dienen, maar daarvoor moet men een beroep op jou doen. Begrijp je? En die voorzieningen, laat mij er dit van zeggen. Je moet berekenen dat je play in het Tjinkondreser Nanja. Als systeem zo sabja, dat men is verschrikkelijk rancuneus politiek. En ik heb het ook al gezegd. Elke vrouw die gelegenheid heeft om zelf op je jonge kinderen te letten, je moet dat ten bate nemen. Ik heb om mijn vrouw nog een gelegenheid dat die. Begrijpt u? Maar, ik ben beschikbaar om te werken. Het zou zo moeten zijn. If the man is bekoni, de Aladdin, de ex-ministers, noem maar op, ex-presidenten, ex-vice-presidenten, dat hij maar met een mooi denk. En mensen zo gebruik van ze maken van die kennis die ze hebben opgedaan. En die visie die ze hebben. Maar de regeringen die laten het liggen. Zij laten het liggen. En daar zou die verandering moeten komen. En wanneer ze een beroep op jou doen. En je weigert dat je delivert niet. Dan is die personeelswet daar. Ja. Verder zegt iemand hier die blijft. Die blijft in datzelfde spectrum denken. Van ik blijf paars tegen VHP. Dus als maar die aan het verstaan, het is over Sazanego. En dan nog ding, de Sansaip zijn naar Kondredis. De leiders in Leru, ze zetten dit volk. Want die volk, die denkt op een international level, ik like van mij toe. Nou, die Surinaamse gemeenschap, we zijn een heel klein volk. De Trakondre, Nederland is 19 miljoen. Amerika is 330 miljoen. Van mij is Brazilië hier is 212 miljoen. Over de getallen dat we takken. Ja, maar hier zitten we. We laten ons opzetten tegen elkaar. Hindustanen daar, Maron daar, Blakaman hier, partij dit. De man leren voor een vroeger naar ons refile krabu in Paris. Terwijl Assange de man bij ons leren, sa de man nog educate you. Na fi gebruik je verstand voor analyseer a visie sa de leiders en presenteer na sa de wang pour jou uit de armoede. Na sa de pour a volk uit de armoede. Dat moet de nou eindelijk. A maatstaf sa aser namang moest go hanteer te kiezen. Maar dat gedoe van partij dat is dat. Daar gaat het niet om. Het is een verkeerde lens. En daarom ben ik hier. En me presenteer een visie voor vernieuwing. Vernieuw je mind. Denk out of the box. Laten we anders stemmen van het jaar. Volk van Suriname. Lobby. A lobby moest degi alasma. En om de wang. Dat je loopt zo'n partijgenoten. Want dat heb ik ook opgemerkt. Hè? Dat je partij. Je hebt alle de bevolkingsgroepen. Maar de andere discriminatie vindt plaats daarbij. Dat sumano de ene partij dat die. Jouw belangen worden niet behartigd, tenzij je je daar gaat aansluiten. Dat is ook een verkeerde invalshoek. En ik keur het ten strengste af. Als dan moest deze gewoon
toch dat alle zijn namen hebben recht dat alle den goede voor zijn naam. Dat was hem. Iemand vraagt, ze heeft de kans al gehad. Asma Dizzy. Daarom is het belangrijk voor educate a people Dizzy. Een toevallige minister, ik had het al gezegd, maar met takke het wel Dizzy. Een toevallige minister heeft heel weinig in de melk te brokkelen. Een systeem, zij hoort aan armoede in stand. Nou, een politieke leider wang, de in staat voor brokken een systeem dat hij. En daarvoor moet je geen lafaard zijn als het gaat om te kiezen voor dit volk. Je moet de ballen tonen dat je tek de beslissingen zijn over los aan volk Dizzy. Maar verwacht niet te veel van een minister. Een minister voert gewoon opdrachten uit binnen een visie voor een leider, voor een politieke leider. En soms hebben ze niet eens een visie wanneer het gaat over het volk. Mijn omtak soms, meneer Sheng, is alleen maar drogen van je dagas aan het duelen met de kraan open. Dat is wat ze doen. Een kern van het probleem, die neer lossen op. Me barwan big up gi itak na Mr. Toddy beta kasa no me barwan big up gi Mr. Toddy atako gweli fea pika yo ada fea pe no ala sa na mande welkom in apartheid DC iedereen hebben we nodig en terecht die vraag van what about financiers, what about sponsors, luister no one thing van mijn takje, want de serie van armoede, kern van armoede. Na a traditionele politiek, nanga de biggie sponsors, nanga financierders. Je krijgt alles, ja. Je wil je tenue toch, of na paarse tenue, of oranje tenue, of na blauwe, whatever tenue, wani. Je want alles aan, schoenen, broek, alles. Je krijgt alles. Maar je zegt dat baga verkiezing. Trawaikis wagi, trawaikis brom, alles aan je kiezen. Je gaat ook pakketten krijgen om te verdelen aan huis, alles wat je wilt. Je hele logistieke keten is voor jou geregeld. Maar baka verkiezing. En op den tak de sponsor naar de financierder. Na loop den lobby zo. Daarom baka verkiezing altijd je heren, er is geen geld. Want je bent niet op de eerste plaats. Maar mee tak mee ouro kon aan een volk, als er naar volk. Na een volk moet roken, ook tot hij go over een financiering van een campagne. Uitrang aan moro ding, maar je moet daarvan eerst bewust zijn. Nou met de man lok je moro, want in bereken was dat niet. Terwijl alle liste de man goes doen dat bij. De man heeft dat er is geen geld. Maar zei de man investeer miljoenen voor goes doen aan een pressie. Pe money no de. Mi wanjule ka ser naman sa stela vraag dat ya. Ala de tra ser naman sa idengi zo. Zet goed en denk erover. Daarom zeg ik, mijn eerste samenwerking is met het volk van Suriname. En totai anu makandra tapa platform sa me bitu fu stray. Da baka verkiezing is het Surinaamse volk, de Surinamer, op de eerste plaats. En die miljonairs die daar gecreëerd worden in een kleine klikje, die zullen gecreëerd worden in het volk. Zijn nooit iedereen dat iemand bereikt in Alibi. Dat je bereik. Dus daar heb je ook datzelfde. Ik denk dat ik dat ook al heb meegenomen. Dat van het Waarborgsom. En iemand, er was ook een vraag over namen in de organisatie. Ik zeg het nogmaals. Alle was er na man, mee en nodig uit begin je, begin je Yusrefi op. Lekker klinkende naam. En te wat ben over one stray. A adem nood, sa u atino, atino no lek ser na man. De anego am evide geschoold, of ongeschoold. Het gaat niet daarom, we moeten strijden, we moeten vechten. Om dat systeem kapot te maken. Om Suriname vrij te, om het volk vrij te zetten. En Suriname over te nemen. Want om een lezen in een begrijping. Maar ik kon het niet zien. En dat is niet. Suriname is niet in onze handen als Surinamers. We moeten strijd leveren.
om het over te nemen. En wanneer het gaat over kader, ik blijf het zeggen, ik discrimineer niet. A kader zijn de nakondre, dan a kader dat mi ouroko, ongeacht of je hebt een politieke kleur of niet. Na je kennis zo op van Olu, voor doen een job die a volk. Ik denk dat ik daarmee alle vragen heb gedaan, hè? Ja. Alice Abmafo, ik heb er geen spijt van dat ik heb uitgenodigd. Je bent, nogmaals mijn complimenten voor de metamorfose in de presentatiestijl. Ga zo door. Dank u wel. Van hem tak lif, lim of cliff. Want mijn rol op lim, boys, Abby. Hoe man noem je dat cliff? Ik heb dat cliff, ja. Ja, dus een, bedankt voor de gelegenheid geboden. Met Bar Aladdin's Mawa Odi ook toe. Laten ze goed gaan nadenken over die boodschap die is gepresenteerd. Ja, laten we nadenken over zaken. Den zijn nog de instong. A volk na unu na moro tranga wang. Om consolideer uw macht. En een consolidatie van uw macht naar Volkspartij Gia Platform. Ja. Oké, ik volg de VVD op de voet. Wat is jullie eerstvolgende activiteit? We zijn nu, kijk op dit moment, we leggen uit Taki, hoe we bezig zijn met een bewustwordingsfase. Je gaat opmerken, je zult me wel vaker horen bij verschillende gelegenheden waar we het hebben over die bewustwording. We zijn geen traditionele partij. No verwacht dat je ziet dat je zult zijn van een 100, want de partij na Kondre Dizzy, dan ga de big sponsors ding. Je uniform is klaar hoor, Mr. Lim. Je wil weer paars, je wil weer oranje, je wil weer groen, zijn de moro. Soort kleur oranje? Je wil weer geel zwart. Alle kleur de, het wacht op jou. Maar als dan dat die, dat je stem die partij. Maar jullie hebben geen partijkleur. We komen daarmee nog naar buiten. Belangrijk, het gaat om je hart. Partijkleur no charuga no an presiete. En uno na faya lobby beweging. Ja. Daarom gaat het. De liefde voor het land en volk. Suriname. Ja. Abong, Alisa, dankjewel. Veel succes. Dankjewel.